Eind 19e eeuw ontstond er steeds meer aandacht voor persoonlijke hygiëne, voor een betere gezondheid. Daarom kwamen toen de bad- en zwemgelegenheden in opkomst. In het kille Nederland ontstond behoefte aan overdekte zwembaden. In 1920 namen Han Bierbroodspot en Eddy van Es van de Amsterdamse zwemclub Het Ei hiervoor een initiatief. Zo ontstond het idee een fonds op te richten, waar deelnemers jaarlijks 100 gulden in konden storten. Als tegenprestatie kregen de spaarders een bescheiden renteuitkering, korting op de entree en speciale zwemuren. Na een vastgesteld aantal jaren werd de spaarkas verdeeld onder de deelnemers. Het opbouwen van het fonds ging moeizaam, totdat de gemeenteraad van Amsterdam akkoord ging met een garantiestelling. In 1929 werd in een leegstaande fabriek het eerste sportfondsenbad gebouwd. Doordat de exploitatie succesvol verliep, werden in andere steden ook spaarkassen opgericht die het geld onderbrachten bij de NV, de Verenigde Sportfondsenbaden. In de periode 1929 tot 1940 werden er 20 sportfondsbaden gebouwd. In Eindhoven was dat in 1935 en het was het eerste golfslagbad van Europa. Dit bad in Eindhoven was ontworpen door Wolter Bakker, die ook het merendeel van de andere zwembaden in Nederland ontwierp. De exacte aanleiding weten we niet, maar in het sportfondsenbad gebeuren is hij gekozen als de architect. En hij heeft er rond de 20, om de een of andere reden heb ik het getal van 23 in mijn hoofd. Ik heb er nu een stuk of 20 gevonden. Ze zijn allemaal verschillend, er zijn er geen twee gelijk. Ik ben met mijn ouders begonnen voor de oorlog. En ja, of dat in 38, 39, dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor de oorlog gingen wij zwemmen in het Sportfondsen Bad. Op zijn hondjes, denk ik. Nou, toen was ik, ik denk 6,5 jaar. Wij waren net verhuisd uit Eindhoven, of van Den Haag naar Eindhoven. En doordat mijn moeder bij de oprichting van PSV zwemmen was, Mia van de Ven, kreeg ik voorrang op het leszwemmen bij PSV. Want er was toen een wachtlijst van misschien wel een jaar. En ik ging dus naar dat sportfondsenbad. En wat ik me herinner, je moest dan, als je omgekleed had... Oh ja, de hokjes, het was ook al heel bijzonder. Want het waren hokjes met gordijntjes. En als de jongens op het trapje gingen staan, konden ze over het hokje heen kijken. Dat was al hilarisch, maar daar kwam ik pas achter toen ik een jaar of 12, 13 was. Je kwam dan beneden binnen. Dan had je van die ijzeren afzettingen. Dan moest je dan doorheen. Dan had je zo'n kassa. En PSV had dan zo'n tafeltje links. En dan moest je dan laten zien of je lid was. En dat was dan een heel gedoe. Want dan ging je zo achterom, weet ik nog wel. Dan had je van die hokjes. En dan moest je zo binnendoor weer een trap op naar boven. En beneden had je ook een zwembadje. Mijn vader werkte op het zwembad. En als kind liep je daar altijd rond. Of dat nou bij de fietsenstalling was, of in de machinekamer, of je ging op het terras kijken naar het zwemmen. Nou ja, wij gingen dus regelmatig zwemmen en in de oorlog. Op een gegeven moment dan gingen 's avonds de verduistergordijnen naar beneden. En ik weet nog wel dat wij een keertje, je had tegenover de kassa, had je een lange gemeenschappelijke kleedruimte. En daar gingen wij onze kleren neer. En toen we terugkwamen, toen konden we onze kleren bijna niet vinden. Want toen hingen er allemaal Duitse uniformen overheen. Maar wij het leukste vonden was dat die Duitsers met een rubberboot bezig waren. En wij als kinderen, want dat zal het geweest zijn, een jaar of 7, 8 misschien. Klauterde natuurlijk ook op die rubberboot. Totdat die Duitsers ineens in onvervals Duits begonnen te vloeken en te tieren. Want een van onze mededelinquenten die had met een speld die boot lek gestoken. En die begon te zinken. Ja, ik wist nergens iets van. Dat was wel een uitzondering als ik er eens niet... Maar de delinquent had een naald laten vallen. Maar
dat werd naderhand natuurlijk uitgebreid en lachend besproken. Ja. We zaten in het verzet. Ja, ja. En ik heb het jaar voor de Olympische Spelen in München, heb ik samen met François van Kruijsdijk een hele winter lang van 5 tot 7 in dat zwembad getraind. Dus daar gingen we echt, ja, 4:30 opstaan. Mijn moeder bracht mij dan naar het zwembad, want die wilde toen niet dat ik als, als 14-jarig meisje daar in de donker naar het sportfondsbad fietste. Alhoewel, we woonden wel vrij dichtbij. En dan gingen we 2 uur trainen, omdat we anders niet aan uren konden komen. Kijk, nu kunnen de mensen 2 keer per dag trainen, maar toen was het echt, je sprokkelde je uren bij elkaar. En dan lagen wij dan van 5 tot 7 in dat enorme gloorbad. Er was een gebrek aan instructeurs om dus zwemlessen te geven. En PSV kon daar de helpende hand in bieden. En dat was meteen financieel de kurk waar ook op de vereniging op dreef. Want ja, ik weet wel, na de oorlog hadden wij op een gegeven moment 1600 leden. En er waren misschien 250, 300 actieve leden die aan wedstrijden meededen. Het zijn waterpolo, het zijn zwemwedstrijden. Je zal er waarschijnlijk wel op enkele foto's kunnen zien als je goed kijkt. Dan zit er een overlooprand op de wateroppervlakte. En die overlooprand, daar zitten putjes in. En die afsluiters die konden wij dichtzetten. En dan stijgt het water omhoog tot de volgende overlooprand. En dan neemt hij dat niveau eigenlijk weer aan. Dus daar konden wij het een beetje mee regelen. Want als we namelijk laag water hadden, als het waterpolo was, dan kon de keeper van de partij die aan de ondiepe kant stond, ja, die kon gewoon staan. Hè? Die hoefde niet te water trappelen of niks. Dus ja, dat zou dan niet eerlijk geweest zijn. Je had dus 2 van die witte spoelgoten. Hè, want bij wedstrijdzwemmen dan was het bad 1 meter hoger gevuld met water. En bij het golfslag, stad was, het laagwater, dan gingen die schuiven aan. He, en dan had je echt grote golven, want dat ging dus regelmatig op en neer. En dat was dan mooi, want dan werd je een stukje meegesleurd. Ja, net zoals je aan de kust bent als er een golf komt. Dan vanzelf word je, als het water wat hoger is, opgelicht ermee. Maar ja, dat ging heel geordend. En ik heb daar nooit meegemaakt dat daar rare dingen mee gebeurden. Beneden was een soort instructiebadje. En ik heb ook nog training bij PSV gegeven voordat we naar Maastricht vertrokken. En dan gaf ik training aan kinderen aanleren borst en ruggel in dat badje. En dan had je zo'n trap naar boven. Het was altijd hartstikke gevaarlijk, want alles was nat en glibberig. En dan kwam je volgens mij in het grote bad. En als je uit die douche kwam, dan ging het hoekje om en dan kwam je in dat diepe, dat grote 25 meter bassin. Maar als je doorliep, had je ook nog zo'n klein badje. Met van die ramen daar. Oh ja, dat komt nou echt allemaal in 1 keer terug. Ja. Nou, het was in die tijd waren er veel bezoekers in het bad. We in Eindhoven draaiden best goed qua bezoekersaantallen. In vakanties was het dan bijzonder druk, want voor een kwartje, 25 cent, konden kinderen die op de lagere school zaten, ja, zwemmen. Op het kaartje wat dan de leerkracht kocht, het geld was op school al ingezameld, die kaartjes werden bij de kassa gehaald en betaald natuurlijk. En om het anderste kaartje stond een O op, want het was zo druk 's middags dat het onverantwoord was. Dus de 1 deel van alle kinderen moesten 's morgens komen, van 10 tot 12. En de andere deel van 2 tot 4. En dat was de mogelijkheid voor de kinderen van de lagere school om naast het schoolzwemmen toch te kunnen blijven zwemmen. Voor een heel goedkoop tarief. Voor een sociaal tarief wat eigenlijk bij Eindhoven hoort. Heel belangrijk in het zwembad, weer een van die fases. Wij hadden op een gegeven moment een zwemtrainer en dat was Dick van Leeuwen. En Dick van Leeuwen is ook de man geweest die op een gegeven moment achter het schoolzwemmen, schoolzwemmen in Eindhoven, was echt geweldig georganiseerd. De kinderen kwamen met bussen naar het zwembad en konden dan zwemles, diploma A, B, C,
En daar heeft hij een hele grote rol in gespeeld. De kinderen leerden we zwemmen met een heel andere terminologie als die dag voor vandaag gebruikt wordt. Omdat ze ontzettend veel met drijfmiddelen werken. We zijn begonnen met bussen, misschien dat jullie dat nog weten. Later werden dat bandjes, scooterbandjes. Die kleine zwarte bandjes die de kinderen om hadden. En waar de banden van het zwembad zwart van werden. Ja, daar zijn we uiteindelijk mee verder gegaan om kinderen op die manier met een plankje het zwemmen te leren. Dat was toen eigenlijk het nieuwe. Men wilde af van die autoritaire manier van lesgeven, van bovenaf kinderen toeschreven van intrekken, spreid, sluit. Maar dat kwam zo autoritair over dat ik denk als je alle mensen van onze leeftijd, de ouder, dat vragen, dat ze nu nog de koude rillingen over hun rug krijgen. Niet van de temperatuur van het water, maar van meer de methode van lesgeven. Later is dat natuurlijk op een betere manier veranderd, uiteraard. De kinderen zijn vaak zenuwachtig en lopen ze onder die douche door. En dan gingen ze het hoekje om en dan kwam je bij de hoge kant van het zwembad. Maar daar stond iedereen zo'n beetje te plassen. Want van de zenuwen moesten ze plassen en dan moest je dus door die douche. En dan kwam je daarboven aan die rand en iedereen stond te druppelen. En daar stonk het altijd. Niet meer normaal. Dus iedereen wist dat. Maar als ik dan denk aan een sportvoetbal, denk ik aan twee dingen. Enorme chloorlucht, maar dat was in de tijd dat ik zelf trainde. En dat we wel eens moesten stoppen met trainen omdat het zo benauwd werd. Doordat ja, die watersamenstelling niet was zoals die nu is. Maar als kleinkind weet ik nog heel goed dat alle kinderen al druppelend daar aan die hoge rand van zenuwen, want dan keken ze omlaag, want het was echt heel diep dat bad. Ja, die geur, die blijft me dan ook bij. En het wat ik je net vertelde, ook die samenstelling van het water. Als er veel in geplast was of werd, dan begon het te dampen. En dan waren we aan het trainen en dan kregen we gewoon geen lucht meer. Dan moesten we eruit. Dan kwam er echt zo'n laagje op en dan was je aan het inspannen. En dan kon je niet meer inademen. Dus echt smerige boel. Dat was echt. En dan kwam je thuis en had je echt benauwd. Toen ik er in het begin werkte, toen deden wij de desinfectie van het zwembad deden wij met chloorgas. Hè, dus grote cilinders waar chloorgas in zat, wat op een verantwoorde manier aangesloten werd op de waterleidinginstallatie. Later zijn wij overgegaan op chloorbleekloog en zoutzuur. En dat is dus eigenlijk was eigenlijk best wel een technische verandering. Daardoor werd het allemaal een stuk veiliger. In ieder geval voor de mensen die ermee moesten werken. Maar voor de rest was het een zwembad uit 1935, waar alles nog handmatig bediend werd. Dus als je afsluiters had of je moest het filter spoelen, dan moest je afsluiters handmatig opendraaien en dichtdraaien. En het is niet meer zoals het nu was. Nu druk je op een knop. En vroeger, dus in mijn tijd dat ik daar werkte, moest je alles handmatig doen. Je kwam het zwembad binnen in een mooie hal en dan meldde je bij de kassa en bij de cashière. Dat betaalde je een luttel bedrag. En daar kon je voor een paar centen een handdoek huren en eventueel een zwembroek of een zwempak. Dan ging je zwemmen, dan nam je mee naar een kleedhokje of naar een kleedzaal en dan ging je zwemmen. Na die tijd bracht je alles gewoon terug. Er werd in een depot van je aangenomen en die natte kleding, die natte zwemkleding, ging dan naar een wasserij. Achter de kassa van het oude sportfondsenbad, en degene die daar kunnen herinneren, naast die kassa had je een smalle gang. En ook een lage gang met een schuin plafond. Want dat plafond was de onderkant van het ondiepe gedeelte van het grote zwembad. Als je daar een meter of 10 inliep, kreeg je aan de linkerkant de wasserij en een drogerij. Daar werd dagelijks, de hele dag, de zwemkleding, badpakken, zwembroeken, handdoeken en dienstkleding van het personeel gewassen en gedroogd, gestreken wat betreft de dienstkleding en werd naar de hand weer gewoon uitgegeven. En dienstkleding was gemerkt toen de tijd en er werd weer klaargelegd. Als je dan weer kan werken, nam je stapeltje mee naar je kleerkast en dan kon je het ervoor aantrekken om te gaan werken. Als je al wat in de betere tijden op de fiets kwam,
Dan kwam je bij Piet Ballengooien. Dat was rechts van de ingang bij de fietsenstalling een mooi wit hokje. En daar was Piet Ballengooien die de fietsenstalling in de gaten hield. Maar Piet was vriend van iedereen. Daar kon je ook je verhalen kwijt. Die moet een boek hebben kunnen schrijven. Dat was een geweldige man. En op de laatste dag, toen we afscheid namen van het bad, voordat ze het af gingen breken, toen waren alle gebruikers van vroeger werden uitgenodigd om nog een keertje door dat bad heen te lopen. Toen ging ik naar buiten en toen was er iemand, ik denk van de bouw al, en toen zei, och, dit hok hier van Piet Ballengooien, hè, vele herinneringen. En zegt hij, wat een fantastische man. En die had toevallig een spuitbus in zijn hand. En die schreef met grote letters, spoot hij, Piet op het hok. En dat was eigenlijk de grafrede voor het sport van zijn bad. Ja. Een in memoriam. Nadat we dus verhuisd waren naar de Tongelreep, het subtropisch zwemparadijs, aan de Anton Kolenlaan, werd dat schitterende bad, het sport van zijn bad, omgebouwd tot cursusruimte, hoe zeg je dat, voor de SKVJ. Omdat ik altijd een warm hart toedroeg aan de fotografie, kreeg ik nu een geweldige kans om daar een cursus te gaan volgen. Om te leren omgaan met alle technieken van fotografie. Het leuke is, een kleine anekdote, Feije, de docent waar wij de les van fotografie van kregen, wilde mij, en dat deed hij overigens bij alle cursisten, rondleiden in de totale accommodatie om te laten zien hoe trots de docenten waren op hun accommodatie, op hun gebouw dat omgebouwd was voor deze doelstelling. En toen heb ik tegen Feije gezegd van ja joh, dat mag wel, maar ik heb hier heel veel jaren gewoond en ik heb hier heel veel jaren gewerkt. Dus je mag met mij mee en dan kan ik nog een hele hoop vertellen, want het is nu veel uitgesloopt, maar daar weet ik nog wel te zitten. De SKVE die zat in de jaren 70 op een heleboel verschillende plaatsen. Je had de hele vrije academie, dus de hele beeldende afdeling, die zat op de Gagelstraat. De afdelingen theater en dans die zaten op de straat op de Dijk 57. En even later werd het audiovisuele deel dat verhuisde naar de Grote Berg 30. Dat betekende ook dat een toenemende mate de ruimtetekort ontstond voor alle afdelingen eigenlijk. Ik denk dat de gemeente daar het voortouw in heeft genomen, want die zaten met het feit dat het toch een monument was, het Dommelbad, en dat daar in elk geval iets cultureels mee moest gebeuren. En wat lag er dan meer voor de hand dan om de wensen van de SKVE in die tijd, om die daar op die manier onder te brengen? Toen kwam het idee van dat Dommelbad om daar met z'n allen in één gebouw te gaan zitten. Dus ja, dat leek ons wel heel fijn, omdat je dan gewoon met meerdere disciplines, hè, meer mogelijkheden om met elkaar wat te doen. Ik ging samen met mijn collega Peter het Hoen, omdat we wisten van, nou, dit gaat het worden. Kijk in het Dommelbad. Sleutel mee, wij met z'n tweeën, naar het Dommelbad. Ja, het was een zwembad, al lang niet meer, maar in ieder geval nog steeds in functie. Dan loop je daar rond en denk je van, hoe kun je daar in godsnaam een locatie van maken waar al die disciplines van de SKVE toen bij elkaar komen. Dus wij kwamen er eigenlijk toch een beetje vandaan van, nou, hoe gaat dat lukken? Maar fijn, er is een architect aangezocht, plannen gaan verder. En uiteindelijk kregen wij steeds meer tekeningen en een beeld van wat het dan in dat gebouw zou gaan worden. Samen met de architect hebben we toen heel globaal bedacht van, hey, dit zou hier kunnen en dat zou daar kunnen. Vervolgens hebben we meer dan een jaar met de architect voortdurend gebrainstormd over welke eisen we hadden en wat er van te realiseren was. De gemeente had de grootste vinger in de pap. Dat is een bouwcommissie van de gemeente. En het mocht niks kosten, want er was geen geld. En die bepaalde zo'n beetje wat er ging gebeuren. En die hadden een budget vastgesteld. En toen moest er later bezuinigd worden.
Dus toen is er een hele, het eerst lag er nog een verdiepingsvloer in, die is er helemaal uitgegaan. En toen is het geworden zoals het nu was. En wij dachten van, fantastisch, die Van der Stoep heet die architect. Die had een prachtig plan gemaakt. En waaruit bleek dat eigenlijk onze gedachte van, dat gaat niet lukken, dat het wel zou lukken in dat gebouw. Gelijk werd er een plan gemaakt en er werd dus een kostenraming opgemaakt. En toen zat dat redelijk binnen het budget. Maar ja, er moest toch bezuinigd worden. En dat is een politiek verhaal. Er was een projectgroep en waar wij het meeste mee te maken hadden, dat was natuurlijk de architect Erik van der Stoep en onze directeur Jaap van Balen. En we hebben echt ontzettend vaak met elkaar vergaderd om te kijken wat de mogelijkheden waren. Waarbij Erik van der Stoep heel creatief probeerde toch onze wensen onder te brengen in de mogelijkheden van het zwembad. Ja, er moest een hele, de oude zwembadvloer moest eruit, want die liep helemaal schuin en als het moest recht worden. En daaronder moesten gaten erin komen en dat, ja, dat was flink wat werk. Het slopen van het zwembad, dat was een heel bijzonder proces. Want de slopers die werden geconfronteerd met wanden die aanmerkelijk dikker waren en meer bewapend waren dan ze oorspronkelijk dachten. Ja, dat lag zo'n beetje vast. Op de rand van het zwembad kwamen de tekenzalen en dingen. Daaronder het ballet gebeuren. Wanden, die konden ontzettend veel hebben natuurlijk. En dan kon je van bovenaf, zat er licht doorlatende plafonds in. Zat je licht van boven ook nog. Je hoeft niet alles wat je bouwt hoeft helemaal nieuw te zijn. En, dit is eigenlijk wel zo leuk. Van hoe kun je op iets wat bestaand, kun je dat zo goed mogelijk behouden en toch in zijn gebruik iets heel nieuws neerzetten. Ja, een gebouw hadden wat iedereen nog weer herkende. En dat was wel een voordeel. Dus alle mensen die er kwamen, die herkenden dat zwembad nog weer. En hadden daar herinneringen aan en noem maar op. Dus dat was wel heel aardig, dat dat helemaal geslaagd was. Ja. Maar uiteindelijk kregen wij, in elk geval als audiovisuele afdeling, kregen daar prachtige ruimte. Een hele grote tv-studio met alle mogelijke videomontagefaciliteiten. Een prachtige doka, een groepsdoka met ook fotolokalen. Een ruimte voor computervormgeving. Een bioscoop waar we later en kinderfilms en volwassenenfilms konden draaien. En nog verschillende ruimtes voor onder andere de technische dienst. Het was echt ideaal. Ja, dat was natuurlijk wel even wennen. Het intieme was er natuurlijk een beetje af. Hè? We hadden een klein team en met anderen hadden we natuurlijk verder eigenlijk nooit zoveel te maken. Maar ik vond het ook wel heel fijn om ja, toch wat meer collega's te zien en eventueel iets mee samen te doen. Ik ben in het Sportfonds Bad, zo noemden wij het ook heel erg lang nog, begonnen als docent tekenen, schilderen, jongerengroepen, jeugdateliers, ook specifieke cursussen die er waren. Ja, ik weet wel, het was een ingewikkeld gebouw met heel veel gangen en kleine ruimtes. Dus wij kwamen er al snel achter toen we de allereerste activiteiten daar ontplooiden. Dat is bijvoorbeeld de start van het eerste cursusjaar daar. Dat we na een paar dagen er al achter kwamen dat de cursisten de cursusruimte nooit konden vinden. Ondanks dat we dat met viltstift en papier allemaal keurig netjes bij die trap hadden aangegeven, maar dat... Dus de eerste weken waren wij bezig met het zoeken van cursisten. We waren op dat moment waren we ook de grootste in Nederland. Teken- en schildercursussen voor kinderen, voor jongeren, volwassenen. Beeldhouden, inhoud, insteen, model, boetseren, model tekenen. Ja, naast het gebied van theater. Allerlei mogelijke theatercursussen, ook weer voor kinderen. Veel voor jongeren ook, want dat is heel populair.
Ik moet eigenlijk gewoon even het gebouw doorlopen om al die ateliers door te lopen. Dus ja, het was een heel levendig gebouw. Ja, ik heb er altijd met heel veel plezier lesgegeven en cursisten. Het leuke is dat je op een gegeven moment ook cursisten hebt die echt het vak ingaan en exposeren. En nu heb ik oud-cursisten die het zelf weer les gaan geven op instituten. Dus ja, het is heel dankbaar. Ja, het is heel dankbaar geweest. Ja. Ik heb met heel veel plezier lesgegeven, tot op het laatst. Ja. Wij zijn er vertrokken en is de Pastoor Peterstraat de hoofdvestiging van Centrum voor de Kunsten Eindhoven geworden. Ja, we kwamen dus bij dat voormalige sportfondsbad. En dan loop je daar rond en dan heb ik het eigenlijk ervaren als dat het gebouw best wel veel geweld aangedaan is. Het is donker, heel intern gericht. Maar op het moment dat een gebouw intern gericht is en er is een zwembad, dan is het heel logisch. Dan is daar de reuring. Maar hier zou je eigenlijk verwachten, er moet licht binnen, het moet open. Dus ik had wel meteen het idee, ik moet hier iets mee. En vooral, ik zag een historische foto, hoe de architectuur ooit bedoeld is. En toen werd ik gegrepen. Toen dacht ik, wat is dit een fantastisch gebouw. En dan ga je nog een keer terug naar de plek. En dan zie je dat nog veel beter, hoe mooi het eigenlijk is. Als je met zo'n plek aan de slag gaat, dan is er natuurlijk ook een kader. Dus eigenlijk was dat kader meteen van het gebouw wordt gesloopt. En dan ergens geeft het al een beetje een onrustig gevoel, dat dan de bedoeling is. Maar je gaat met dat kader wel onderzoeken. Dus we zijn eens gaan kijken van nou kan je die tijd weer terugbrengen. Maar we kwamen al heel snel tot de conclusie dat dat niet is wat je moet doen. Dat juist die functionalistische architectuur uit de jaren 20 ook een hele interessante geschiedenis van de stad is om in beeld te houden. Vervolgens zijn we met het idee dat we dat gebouw gingen behouden aan de slag gegaan. Dus je gaat kijken naar de structuur, maar dat bleek dat er eigenlijk heel weinig gevel was in verhouding tot de massa van het gebouw. Ook dat is heel logisch voor een zwembad. Maar voor woningen gaat dat niet goed werken. Dus toen kwamen we bij de volgende stap van wat nu als we een deel van die gevel laten staan en daar een nieuwbouw in plaatsen. Dan is het bestaande gebouw een soort foedraal waar een massa achter die gevel wel de juiste functie en plattegrond kan hebben. Nou, en toen kwamen we erachter dat die bestaande gevel behouden, dat ontzettend veel materiaal zou kosten. Want je moet zo'n gevel tijdens de bouw overeind houden met heel veel staal en beton. En staal wat je achter die gevel plaatst, kan je hergebruiken. Maar al dat beton wat in de grond gaat als fundering, dat zou gewoon blijven zitten. En dat vonden we ook weer zo'n niet duurzame gedachte, dat we door zijn gaan kijken van kunnen we dat gebouw als een soort echo terugbrengen. Dus niet letterlijk bewaren, ook niet letterlijk herbouwen, maar als een echo van de beleving op die plek.
Ja, zo'n combinatie van een bestaande gevel met een bepaalde ritmiek en dan wel het juiste woonprogramma daarachter kwijt kunnen, dat is natuurlijk een hele puzzel. En wat we gedaan hebben is de bestaande gevelopeningen één op één terugbrengen, maar wat er extra nodig is, dan ook bewust zichtbaar toevoegen. En dat zouden we ook zo gedaan hebben als we de gevel letterlijk hadden laten staan. Dus je ziet een verschil in detaillering tussen een bestaand raam, wat nieuw gebouwd is, en een echt nieuw ontworpen raam. Ja, en zo'n originele jaren 20 architectuur, functionalistisch, dan denk je dat de stenen stapelen, hoe moeilijk kan het zijn? Maar met heel veel respect voor die originele architectuur zijn we toch wel erachter gekomen dat het complexer is dan je denkt. Met sprongen, luifeltjes en dan dus ook de grote complimenten aan de aannemer als uitvoerende partij. Dat zij dat op diezelfde manier hebben kunnen terugbrengen met diezelfde kwaliteit van detaillering. Wetende dat het vroeger gewoon daar doorheen mocht waaien en dat het nu natuurlijk een heel duurzaam gebouw moet zijn. Ja, de twee gevels die we echt zeg maar nagebouwd hebben na ontwerp van uw grootvader, die hebben we gebouwd met bakstenen van klei uit een kleibult die al in de jaren 20 en 30 gebruikt werden. Kijk, dus echt de afmetingen, het type klei en de kleur zijn heel origineel. Maar ja. Wat leuk dat daar tijd en energie in is gestoken om dat te doen. Dat vind ik zeer waarderen. Want ja, dat is, ik heb het origineel helaas nooit gezien, maar ik kan me voorstellen dat dat hier heel dichtbij gezeten moet hebben. En verder, is er nog iets van de originele tegeltjes terug te vinden? Nee, die hebben we geprobeerd, maar die kwamen echt gewoon niet uit de specie. Het was ontzettend goed gemaakt. Kijk aan. Dus elke tegel die brak, we aan hebben zitten wrikken. Ja. Ja, en wat wel leuk is om nog te vertellen, daar ziet u een stukje nieuwbouw en nou valt het licht precies goed en ziet u die glimmertjes erin. Hè? Ja, die steentjes. Dus we hebben in de originele gevel eigenlijk bestaande baksteen, bestaande klei gebruikt. En alles wat nieuw is, dat zit dus die geglazuurde steen in. Om even als het licht erop valt, echt ton sur ton, dat kleurverschil te maken met het origineel. Ja, uiteindelijk, we wilden graag in het centrum blijven wonen en iets wat uitstraling heeft. En bij het Sportfondsenbad, dat heeft ook uitstraling, dit gebouw ook. Als je nu kijkt, dat staat ook echt in die stad. En er zijn in dit gebouw nu eigenlijk drie ingangen gesitueerd. PC Hoofdlaan, Jan Smitslaan en Stratumse Dijk. En wij wonen aan de Jan Smitslaan en in de Jan Smitslaan waren wij eigenlijk de eerste bewoners. Op de hakken gevolgd door bewoners beneden. En de verbinding in het gebouw is er een beetje gemaakt met het Sportfondsenbad door blauwe kleurtinten in de algemene ruimtes te nemen. Als zijnde water en ook met stukken verlichtingselementen en een aantal andere stukken waar het zwembad in terugkomt. Ervaring met zwemmen in het Sportfondsenbad heb ik vooral veel angst aan overgehouden. Omdat die rand zo ontzettend hoog was en daar moest je dan van afspringen. En dan mocht ik aan de zijkant met een haak erin springen en dan kon ik mijn baantjes trekken. Maar het was heel spannend om te zwemmen, want de rand was gewoon veel te hoog. Fotografiecursus gedaan. Was heel bijzonder, heel leuk. Doka-werk, opdrachten. Ik weet nog dat de eerste opdracht was. Fotografeer iets wat nog lijkt op het zwembad hier. Dat was de allereerste opdracht die ik kreeg. En dat was gewoon leuk. Dan ging je gewoon tegeltjes in groot perspectief maken. En een beetje designfoto's van het gebouw. En trapleuningen, dat soort dingetjes. Dat kan ik me eigenlijk nog heel goed herinneren.
We praten over 36 woningen in het hele complex en een parkeerkelder onder het complex. Niet allemaal mooi degelijk gemaakt. Ja, uiteindelijk, we wilden graag in het centrum blijven wonen en iets wat uitstraling heeft. En bij het Sportfondsenbad, dat heeft ook uitstraling, dit gebouw ook. Als je nu kijkt, dat staat ook echt in die stad,